Goedemiddag en welkom bij een nieuwe sessie van Room for Discussion. Vandaag gaan we het hebben over de waarde van kunst. Overschat of onschatbaar? Vorige week op TFAF werd een nieuwe Rembrandt onthuld. Het doek werd eerst onder een neutrale naam geveild, namelijk 19e eeuws Europese stijl. En de richtprijs was $800. Het bieden liep binnen 15 minuten op van 250 naar $870.000. Veilingmeester was ook een beetje onder de indruk. Inmiddels is het doek dus in de handen van de Parijse kunsthandelaar Talat Bardon en Gautier. Hij betaalde slechts $1 miljoen voor het doek dat pas na afloop van de verkoop geïdentificeerd werd als een echte Rembrandt. Een koopje dus. Nou, wel in vergelijking met de $160 miljoen die werd betaald voor het Rembrandt-koppel, deels door de Nederlandse overheid en het Rijksmuseum. Zijn deze prijzen te hoog? We gaan het vandaag hebben over de waarde van kunst. Hoe zijn de huidige recordprijzen tot stand gekomen en wat zijn eigenlijk de gevolgen van deze hoge prijzen? We gaan dit doen met twee gasten. Allereerst de heer Job Ubbens, directeur van veilinghuis Christie's. Christie's en Sotheby's zijn de twee grootste veilinghuizen ter wereld. En ten tweede, we zijn heel erg blij dat hij er op het laatste moment nog bij kon zijn, de heer Taco Dibbits, directeur collecties en een hoofdrolspeler in de inrichting van het nieuwe Rijksmuseum. Tweet mee en gebruik daarvoor hashtag RFD. En mocht je een publieksvraag hebben, steek even je hand op. Achter in de zaal staat Jeppe met de microfoon, dan komt hij naar je toe. En dan kan ook jouw vraag worden beantwoord. Dan nu een hartelijk applaus voor onze twee gasten. Heren, beide ook welkom namens mij. Ontzettend leuk dat jullie er beide zijn. Ik wil graag met jou beginnen, meneer Ubbens. Jou en meneer Ubbens, ja, dat is interessant. Oh, excuus. Ja, nee, is prima. Nee, goed dat je het zegt. Ja. Ik zeg weer je nu. Zeg maar je. Zeg maar. Is dat oké? Ja, helemaal goed. De vraag luidt, we hoorden net het intro-praatje van Emily over de Rembrandt die onthuld werd en die geveild werd. Als onbekend werk. Hoe had u gereageerd als u de desbetreffende veilingmeester was? De vraag is dus, als ik hem voor het eerst gezien had... En als nou ja, als u daar stond als veilingmeester en merkt dat de prijzen helemaal omhoog schieten... Nou, om te beginnen denk ik dat wij hem wel herkend zouden hebben als een Rembrandt. Dus dat zou niet gebeuren. Dus dit zou geen dat noem je een sleeper, hè? Dus iets wat onbekend is. Het was ook gebracht in, ik geloof in Amerika ergens, als een Europees 19e eeuw schilderij. Mm-hmm. Met een geweldige schatting van rond de $800. Ja. En de toenmalige veilingmeester zette in met $250. En uiteindelijk doet hij $870.000 hamerprijs. Dat was ons niet overkomen. Het overkomt ons best wel in sleepers, maar niet met een Rembrandt. Denk niet. Nee. En meneer Dibbits, heeft u nog geprobeerd het doek in handen te krijgen voor het Rijksmuseum? Of was dat dan een hopeloze zaak? Nee, we hebben het niet geprobeerd. We hadden net... samen met Frankrijk twee Rembrandts gekocht. En het is een heel bijzonder schilderij, omdat het onderdeel uitmaakt van een serie van de vijf zintuigen. Dat is ook de reden waarom, als je het zag in die veiling, dat je het meteen herkent. Als je die andere kent. En Leiden, de Lakenhal, heeft een paar jaar geleden één van die zintuigen gekocht. En er zijn er nog twee. En die zijn bij een particuliere verzamelaar in New York. Die ook uiteindelijk het werk heeft gekocht. Mm-hmm. Ik denk dat ik ben geen veilingmeester, maar wij waren vroegere collega's. Ik denk dat ik heel zenuwachtig zou worden. Mm-hmm. Want in Amerika heb je grote kans dat er rechtszaken worden aangespannen. Als je iets verkoopt voor iemand. Je bent natuurlijk de middelman en je zegt, je moet het zo goed mogelijk voor diegene aanbieden. En het maakt zo'n enorm bedrag. Dan is natuurlijk de vraag, zou het niet nog meer hebben gemaakt als je het als Rembrandt had aangeboden? En ik denk dat je daar dus mee bezig bent als je het in de zaal zo omhoog ziet vliegen. En aan de andere kant van de kopers is het natuurlijk toch altijd... you have to put your money where your mouth is. Ik bedoel, hij is gewoon voor 800.000 verkocht, dus meerdere mensen hadden het gezien. Maar je moet toch altijd ook het lef hebben om door te gaan. Tot zo'n niveau, want dat is natuurlijk echt geld. Zeker voor een galerie die niet een hele grote galerie is. Is dat echt geld en je hebt heel weinig tijd om je onderzoek te doen. Maar deze was, één, hij hoorde bij die serie. En twee, hij maakte meteen die hele serie die heel vroeger betwijfeld is. Maakte die tot Rembrandt, er staat signatuur op. En dat staat op die andere niet. Heel slim.
van de Lakenhal om er één te kopen. Want daarmee hebben ze een voet tussen de deur. Dat als de verzamelaar in New York ooit denkt zijn werken te verkopen, dan hebben zij er in ieder geval één. Meneer Dibbets, heeft u niet een telefoontje gekregen? Ik weet dat Jan Six wel een telefoontje heeft gekregen tijdens de veiling. Het zegt hij. Zegt hij inderdaad. Nee, okay. Dat is goed. Dat u betwijfelt of dat waar is? Ik weet niet, het staat in de krant. Dus alles wat in de krant is, moet je betwijfelen. Dus het is helemaal niks aan de hand. Okay. Zeker op ons vak, hè? Emotioneel product. Ik blijf je het antwoord verschuldigd. Ik ben vergeten of ik vlak voor of vlak daarna een telefoontje kreeg. Het was geen telefoontje, het was een e-mail, dus ik kan het zo nakijken. Van de Lakenhal van Christian Vogelaar, die er een vraag over stelde. Ja. Maar het is bijna het is ongelooflijk, en daar zullen we misschien meer over hebben, hoe het internet de markt heeft veranderd. Want je hebt dus, het was een inboedelveiling in ergens ook upstate New York. Nou, vergelijk een van de veilingen van de Eland in Diemen. En de hele wereld op dat moment, en vaak net daarvoor of net daarna, wist dat daar dat schilderij werd geveild. Dus mensen hebben het gezien. Dus dan zie je dat er zijn mensen die de hele dag gaan kijken op het internet of ze iets kunnen vinden. En dat heeft natuurlijk de wereld zo klein eigenlijk gemaakt, dat alles is voor iedereen toegankelijk. En ik denk dat dat een hele grote verandering in de markt ook is. Merkt u dat ook bij het veilinghuis, meneer? Ja, sinds wij met internet werken, en Christie's heeft Christie's Live een jaar of 6 geleden, kan je dus virtueel aanwezig zijn in de veilingzaal en meebieden, onder bepaalde criteria, is die wereld oneindig veel kleiner, of laat ik het zeggen, je bereik is oneindig veel groter geworden. Dus in Amsterdam hebben wij per veiling, ook voor Karel Appel, daar hangt er een daarachter, achter u, hebben we gewoon 30 nationaliteiten die meebieden. Ja. En dat is toch wel interessant. Dus de markt is het kernwoord bij ons ook, is echt het woord is ook internationaal. Want als je alleen van de lokale markt zou moeten hebben, dan heb je toch een probleem in feite. Want u zegt nu 30 nationaliteiten. Kunt u ons enigszins een profielschets geven van de verzamelaar die bij u aanklopt? Ja en nee. Heb je even, zou ik zeggen. Het is per schilderij verschillend, hè, of per object. Mm-hmm. Maar laten we eens iets nemen. Bijvoorbeeld Jan Schoonhoven, hè, jaren 60, nul kunstenaar. Rijksmuseum is geïnteresseerd in Jan Schoonhoven, maar ook Amerikanen en Fransen en Engelsen en Duitsers en ook veel Nederlanders. Ook Arabieren en minder. Maar de laatste Chinezen hebben bij ons bijvoorbeeld de Mondriaan gekocht. Of de laatste Mondriaan werd door een Chinees gekocht bij ons. En Mondriaan, wat voor kunstenaar is dat voor het publiek? Het publiek is toch, jullie weten toch wat Mondriaan is? Of niet? Ja. Amedeo Modigliani, de man waarvan ze zeggen hij lag in de goot, maar hij keek naar de sterren, is een Italiaanse kunstenaar die in de buurt van Picasso en rond 1910, 1920 heeft gewerkt. En op zijn 35e aan TBC is overleden. En die heeft een aantal hele mooie schilderijen gemaakt, ook museaal. En dit was een soort, dat heette nu couché, heel groot liggend naakt. En dat ging voor 170 miljoen om de hamer. Dus dat is naar Chinees. Chinese verzamelaar. De vorige Rembrandt die Christie's heeft geveld, die uit een Nederlandse verzameling kwam, is ook naar Chinees gegaan. Dus het beperkt zich niet meer alleen tot, het beperkt zich wel voor over het algemeen tot de grote namen als je wereldwijd kijkt. Maar het is niet zo dat dat soort landen niet meespelen. Toen ik bij Christie's werkte in Londen, ik ben er in 2002 weggegaan om in Amsterdam te komen werken bij het Rijksmuseum. Toen weet ik nog wel dat ik de eerste oude meester aan een Rus verkocht. Die is er na de gevangenis, geloof ik, in verdwenen. Dat was een meneer van Lukoil. Die was in competitie met Poetin. En daar is toen, dat is toen niet goed voor hem geëindigd. En die kocht 2 Canaletto's. En dat was toen echt iets. Nou, daar hadden we het allemaal over. Het was even uitleggen wie Canaletto is. Canaletto is, die maakte gezichten van Venetië. Ook iedereen in de wereld wil wel een Venetiaans gezicht hebben. Of je nou modern of oude kunst verzamelt, Venetië is toch schoonheid en het mooie leven. Dus die kocht die toen. En ik denk dat als je, het was toen ook de eerste, een fragment van een altaarstuk van Bellini. Nou, ik ga niet elke kunstenaar uitleggen, een aalmeester. Ook uit die omgeving, alleen een paar eeuwen eerder. Dat was de eerste bieding via internet. En toen kon je nog niet live bieden, toen moest je inschrijven en dan kon je dus een bod achterlaten via het internet, per e-mail. Maar toch nog en daarna is het helemaal veranderd, die markt. En nu zie je gewoon dat die markt, er zijn steeds meer rijken in de wereld.
En die of een heel klein groepje mensen heeft natuurlijk het grootste deel van de rijkdom. Maar die zitten wel in Brazilië, in China, in Afrika. Je kan elk land bedenken, en het is vooral grote landen. Ik bedoel grote landen, grote rijken, kleine landen, kleine rijken. Dus over het algemeen. Dus als je naar grote landen toe gaat, ja, daar zijn altijd wel 3 of 4 mensen die kunnen kopen. En we hebben veel landen op de wereld. Dus je hebt een hele grote groep mensen geïnteresseerd. Maar wat is de, als je iets generalistischer praat, zijn zij voornamelijk geïnteresseerd in contemporary art, hedendaagse kunst? Hangt er helemaal vanaf. Nee, het is wel in zoverre een interessante vraag. De markt is aan het kantelen, hè? Dus de afgelopen, ik geloof tussen 2005 en 2014, is de markt voor contemporary art met 540% gestegen. Dus ja, je zou kunnen zeggen de rijken zijn alleen geïnteresseerd in contemporary art. Overigens is contemporary art na oorlogs tot en met vandaag. Moderne kunst noemen we het vooroorlog. En dan heb ik het over de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog is van 1940 tot 1945. Ja. Nou, maar, meneer, ja, ik weet zoveel over ook dat niet. Maar, dus, maar de markt kantelt in die zin dat er een soort derde wet van Newton ontstaat. Actie is reactie. Dat gelijke paard gelijktijdig optreden op een gegeven moment. En dat er opeens heel langzaam interesse ook is. Ook bij Chinezen, Russen, Brazilianen, Mexicanen, Europeanen met geld. Richting vroege 19e eeuw, oude meesters. Moet wel mooi zijn, maar in ieder geval dat met track records. En we zijn allemaal best, vanuit de financieel-economische positie, nu best onzeker op dit moment. Met al die gekken om ons heen. De Poetins en de Assads en de Trumps en vul het maar in. En dan krijg je op de kunstmarkt altijd dat er op een gegeven moment gezocht gaat worden naar vastigheid en zekerheid en veiligheid. Dus naar track records. Dus naam en faam. Trophymarkt. Masterpieces. Trophymarkt? Masterpieces. Ja. Dus zo'n Modigliani die ik net noemde, of een prachtige Picasso. Maar tegelijkertijd ontstaat er een tegenkracht. Die zegt, hey, tussen de 5.000 en de 5 miljoen, die markt, de zogenaamde core business, de internationale middenmarkt, die gaat het nu worden. Dat is een tip. Zou ik dat... Ik ben niet mee eens. Ik denk dat wat je ziet is natuurlijk voor mensen heb je je kapitaalspreiding. Je zorgt ervoor dat niet alles in goud of niet alles in aandelen of wat dan ook zit. Dus kunst is één van die dingen waar je een deel in kan wegzetten, maar wat ook heel erg fijn is om van te genieten. Is het een handelswaar dus geworden aan jullie beiden? Een handelswaar? Abby Rosen, een kunsthandelaar, spreekt van... De kunst is altijd een handelswaar geweest. Ik vind het fascinerend om te zien dat er in ons mensen, gewoon de mensheid, zit iets dat we kunst willen maken. Ik wil zelfs, als je nu naar Raqqa kijkt, er zijn kunstenaars aan het werken in een oorlogsgebied. Dus er zit iets in ons van een drive om kunst te maken, maar er zit ook iets in een drive om kunst te willen verwerven. En dat is handelswaar. Ja, je kan het in die zin een handelswaar noemen, maar het gek is er ook ervan dat je echt goede kunst, en dat is, die kan je weer heel moeilijk, je kan hem wel kopen, maar je hebt hem nooit echt. Je kan het is ongrijpbaar. Dus je hebt hem in je bezit, maar je hebt de magie ervan, die kan je nooit echt hebben. En dat is ook een heel spannend gebied. De kunstenaars, ik denk dat er altijd behoefte is binnen de markt naar schaarste. Gewoon dingen degene die Rembrandt heeft gekocht, die heeft een keer ook in Forbes magazine gezegd. Die zei, ja, er zijn 24 Olympische zwembaden met goud in de wereld. En als je daar zoveel mogelijk van hebt, dan kan je die prijs controleren. En hij zei, hetzelfde is bij Rembrandt het geval. Hij heeft nu 11 Rembrandts. Ja, als je 11 Rembrandts hebt en er zijn er nog, in de 30 die je ooit zou kunnen verwerven, en er zijn er maar een paar van die je echt wil hebben, ja, dan koop je iets wat zeldzaam is. En zeldzaamheid, daar zijn mensen bereid voor geld te geven. Ik denk de andere kant ervan is bij de hedendaagse kunst, is dat het is een high risk, high yield. Mm-hmm. Het kan heel veel waard worden. Dus mensen die gewend zijn om in dat soort markten zich te begeven van high risk, high yield, die vinden het interessant. En het is een van de weinige markten. Dus echt speculatie, als ik even. Ja, en ja? Het is een van de weinige markten. En het is leuke speculatie, want het is leuker dan Samstel speculatie. Want dat kan je niet zien aan de muur hangen. En het is een van de weinige markten die nog niet volledig gereguleerd is. En dat maakt het ook spannend voor veel mensen die in de geldbusiness zitten. Maar misschien ben jij niet bij. Ja, gedeeltelijk wel. Ik bedoel, waar Taco het heeft, is de wet van Gos, hè, afnemend grenzennut. Dat is de wet uit 1859, hoe zeldzaam, hoe duurder. Dat geldt zeker ook voor kunst. Aan de andere kant is de kunstmarkt veel gelaagder dan alleen maar het spelletje tussen de biljonairs.
op masterpieces. Er is daaronder zitten, er is ook een markt in Indonesië voor Indonesische kunst. Er is een markt in Nederland voor Willem de Zwart. Ik noem maar iets. En dat zijn ook wel, het gaat eigenlijk om passie, kennis en geld in willekeurige volgorde. Afhankelijk van, het is nu weer passie, kennis en geld aan het worden. Een paar jaar geleden was geld, passie en kennis, zullen we maar zeggen. Dus ik geloof heel erg dat het toch weer naar een soort vakmanschap, connoisseurschap, dat dat ook allemaal weer terugkomt, het echte verzamelgebied. Dus niet alleen maar het zien als een commodity of zo. Wat ook wel gebeurt hoor. Er wordt art flippen, is ook zo'n begrip. Ik weet niet of je het wat zegt. Want ja, dus sorry, welk? Art flippen. Art flippen. Dat is wat is dat? Dat is gewoon een kunstenaar plug en pushen, wat je met platen ook doet. Dus een of andere vent zegt, je moet die kunst zijn. Oscar Murillo is een goed voorbeeld. 5-6 jaar geleden kom je op de beurs in Rotterdam, kon je Oscar Murillo kopen. Dat is een Colombiaanse kunstenaar in Londen. Voor $10.000. Nou, best geld. Nu doet hij 4, 5, 6 ton. Wordt gewoon gepusht. Eén vent zegt het. Die zegt tegen zijn vriendje, moet je doen. Ik zeg het even heel simpel. Hè, wat Sachi doet, et cetera. En die plugt het naar boven. Maar ik weet niet waar het eindigt overigens. Nee, maar dat gebeurt dus laten ook. Laten we zo dadelijk terugkomen op die prijsstijgingen. Ik kijk even naar Jeppe en mijn microfoon. Heb jij publieksvragen? Helemaal niet. Oh, vooraan is een, hier is vooraan is een vraag. Alleen studenten toch? Of niet? Die kunnen van alle leeftijden zijn. Ja. Dat is mooi. Ja, we kennen. Dibbet, u had het over de magie van het kunst, het ongrijpbare. Noemde dat daarnet. De magic. Wat bedoelt u daarmee precies? Nou ja, waar kunst, wat denk ik ons als mensen zo aantrekt in kunst, is dat het over vrijheid gaat. Dat het namelijk iets, je maakt iets waarvan je nog niet kan voorstellen, waarvan wij, ik ben geen kunstenaar, ons nog niet kunnen voorstellen dat het er ooit zal zijn. En wat dan wordt genoemd, dus de step into the unknown. Ik bedoel, als je echt goede kunstenaars voelt bij de late Rembrandt, als je daar kijkt, hij deed iets waarvan hij niet wist waar het hem naartoe zou brengen. En dat is denk ik iets waar we allemaal bewondering voor hebben. En dat bedoel ik met dat aan de ene kant kan je het kopen, kan je het bezitten, maar aan de andere kant kan je de inhoud ervan nooit helemaal grijpen. Oké, nou laat. Oh, nog een publieksvraag. Meneer Dibbets, is dat ook waarom u heeft gekozen, als ik van kiezen kan spreken, voor een museum? Als in de kunsthandel kan je een kunstwerk in bezit nemen, maar in een museum, als in materieel. Maar in een museum, je kan naar een museum gaan en een deel van een schilderij in bezit nemen als iets immaterieels. Ik denk dan toch. Ik heb er nooit over nagedacht, maar dat is een hele goede. Maar ik denk het wel. Daar zat bij mij heel erg ook een kant bij dat ik wilde dat. Ik wilde werk doen wat voor de gemeenschap en voor gewoon de mensen, waar een hele grote groep mensen van kan genieten. Omdat ik er zo ontzettend van hou, wilde ik dat met zoveel mogelijk mensen delen. En dan heeft het Veilinghuis een andere functie. Ik vond het ook ontzettend leuk werk. Ja. Maar ja, bij het museum, dat was meer mijn roeping. Om iets te doen wat je met heel veel mensen deelt. En ook om op zo goed mogelijke manier te proberen het geld wat je krijgt van een gemeenschap. En dat zijn particuliere bedrijven, maar ook het Rijk die belastingcenten geeft, om dat zo goed mogelijk in te zetten voor onze gemeenschap. Heel mooi. Nou, laten we misschien naar een concreet voorbeeld gaan kijken. We hebben de Balloon Dog van Jeff Koons. U had het er net over, schaarste speelt mee, het is iets ongrijpbaars. De Balloon Dog van Jeff Koons lijkt iets wat niet zo heel schaars is, tenminste in een verschillend aantal kleuren te verkrijgen. En ook best wel voor de hand liggend. Hoe wordt de waarde van zo'n kunstwerk bepaald? 60 miljoen. Ook, 60 miljoen. 60 ja. miljoen. Het is die oranje, hè? Ja. Ja. Die hebben wij een paar jaar geleden voor $54 miljoen hamer. Ja. Dus 60 met opgeld. Ja. Even voor duidelijkheid. Christus is een makelaar, dus hij krijgt van bijkant de commissie. Dus je hebt hamerprijs, de hamer die de veilingmeester slaat. En er komt nog een bepaald percentage opgeld bij, dus vandaar die 60 miljoen. Dat is volgens mij zijn zowel Jeff Koons als Damien Hirst, om maar even één adem te noemen, geniale marketeers, allereerst. Mm-hmm. En het is een vorm van kunst. Ik heb er eigenlijk heel weinig over te zeggen. Ik weet eigenlijk ook niet waarom dat 60 miljoen. Ik begrijp wel dat de Rembrandt heel veel geld kan doen. Ja, maar om wel even op die contemporary art in te zoomen, want daar zien we de grootste stijging. U zei net 540%. Ja, in de afgelopen 10 jaar. Ja. In de afgelopen 10 jaar. Met dus de Russen, met de Chinezen, met de oligarchen, et cetera, die daar echt interesse in hebben.
Meneer Dibbets, heeft u enigszins interesse in die kunst? Ja, maar... nou, ik had Jeff Koons is een hele ingewikkelde, omdat het een kunstenaar is van mijn jeugd, om het zo te zeggen. Ik weet nog dat het Stedelijk Museum het varkentje aankocht, wat geloof ik door een Oostenrijkse houtbewerker was gemaakt. Voor 450.000 gulden, ja. En er was enorm veel kritiek op. Ik begreep het toen ook helemaal niet. Ik was 17, denk ik. En ik was in New York, ik geloof dat 2 jaar geleden was die tentoonstelling, is ook in Parijs geweest. Een overzichtstentoonstelling van het werk van Jeff Koons. En je gaat er naar binnen. Het eerste wat ik tegenkwam waren bloemetjes op een soort van stukje plastic. En er waren 2 mevrouwen, die liepen daar, naar keurige Upper East Side mevrouwen uit New York. En die zeiden van, oh, such lovely... Ik kan niet goed Amerikaans, maar goed. Such lovely flowers. En toen dacht ik, ja, toen liep ik door. En eigenlijk vond ik het een ontzettend goede tentoonstelling. En ook de kunstenaar heel erg goed, omdat hij vooral mij heel erg ongemakkelijk maakte. Dus eigenlijk alle onderwerpen die waar wij mee zijn opgegroeid. Totale consumptie. De opkomst van de pornografie. Ik bedoel, de wat je nu op internet had, toen had je geloof ik 06 lijnen. Nou, overal is pornografie om je heen. Daar confronteert hij je mee. De opkomst van de marketing reclame confronteert hij je mee. De opkomst van een bijna ongebreideld, ook als je het filmpje ziet van toen hij in het Stedelijk werd gepositioneerd, dan komt hij daar. Nou, het lijkt net een soort van 20 keer de meest positieve autoverkoper van de Verenigde Staten. Hij komt daar als een soort van filmster. Van, oh, it's great. En dat is... Ja, daar zit toch een hele grote kracht in. Dus de pornografie, de marketing, het mensen aanspreken met reclame en dus eigenlijk wat hij doet, dat is wat volgens u de waarde bepaalt. Erg, ja, dat maakt dat je heel erg ongemakkelijk voelt. Want je wordt geconfronteerd met je eigen verleden, maar ook met je eigen maatschappij, of met de maatschappij waarin je leeft. En hij laat je niet zien of hij je alles op de hak neemt, of dat het serieus is, of dat blijft geheel in het ongewisse. Ik denk wel dat het probleem waar je het over had van bij hedendaagse kunst, hoeveel is er, de hoeveelheid, als je naar Basel gaat. Maar wat jij ook zei, ik bedoel, je hebt Art Bogota, nou, gigantische beurs, bijna alles wordt verkocht. Je hebt in Istanbul heb je 3 kunstbeurzen, geloof ik nu. Ik bedoel, over de hele wereld wordt de hele tijd geproduceerd en wordt verkocht. Ook omdat er een hele grote middenstandslaag aan het ontstaan is, die een eerste wasmachine hebben gekocht en dan kunst willen hebben. Dus dat is een enorme productie. En ook bij die Balloon Dogs, waarvan ik aan de ene kant er een hekel aan heb, maar aan de andere kant ook zie hoe sterk het weer is. Maar misschien heb jij dat ook. Dat is een hele gekke relatie. Ik heb met die markt best wel moeite. Ja, maar het is... Hoezo heeft u daar moeite mee? Nou, omdat... Ja, ik vind het, wat ik al zei, ik vind het geniale marketeers. Dus hoe ze het in de markt zetten en hoe ze positioneren, vind ik razend knap. Dus ze hebben 60 miljoen, dat heeft Jeff Koons zelf gedaan door zijn eigen marketing. Nou, ja, hij is ooit begonnen, maar wij hebben natuurlijk meegedaan met z'n allen. Het is maar, ik denk dat dat wel zo is, ja. En ik vind het ook, ik vraag me af of we kunnen niet teruglezen, maar over 100 jaar of het echt niet meer dan een voetnoot wordt in de kunstgeschiedenis. Vinden jullie beide te hoog? Ik denk bij Jeff Koons, toen ik die tentoonstelling zag, dacht ik, nee, dit is zo'n tijdsbeeld, dat je van een periode 80er, 90er jaren, dat je dat... Daar kan je niet omheen. Ik denk wel dat als heel veel geld gaat spelen, sta er ook huiverachtig tegenover, maar dan is er ook heel veel belang om de waarde van een object de waarde te laten zijn. Dus dat het ook zoveel geld blijft zijn. Ik ben benieuwd of die markt stand houdt. Ja. Ook voor demineurs. Spreekt u van een bubbel daar in Nou, ik zou nooit van een bubbel spreken, dat moet blijken. Kijk, op een gegeven moment, iedereen roept al 10 jaar dat er een bubbel is in die contemporary markt. En op een gegeven moment is het en zeggen ze allemaal, ja, zie je wel, er is een bubbel. Maar dan hebben we 10 jaar een geweldige markt gehad, dus er is alles relatief. Ja, maar er spelen te veel belangen, denk ik, om een Jeff Koons van 60 miljoen straks op de markt te hebben voor 300.000. Nee, dat zal niet gebeuren, maar ik denk dat er helemaal... Laat de markt zelf niet gebeuren. Nee, dat komt helemaal niet op de markt. Meneer Ubbens, op die belangen, kunt u ons uitleggen belangen? U heeft het over, er spelen te veel belangen om die prijs zo hoog te houden. Nou, te veel mensen van naam en faam die heel veel geld hebben betaald voor een balloondog.
En dus die zullen niet laten gaan voor een honderdste van de prijs. Dus dat wordt kunstmatig hoog houden? We hebben het net over gehad, over gedeeltelijk. We hebben het nu alleen over Jeff Koenig, en niet de hele kunstmarkt. Hè? Ja, maar is het kunstmatig of is het... Ik denk dat je als je bij andere producten, dus niet bij kunst gaat kijken, met precies hetzelfde zit. Ja, omdat de financiële belangen zo groot zijn en het mechanisme wat je daar rond hebt, inderdaad, van marketing. Dus je op een gegeven moment besluit je, als je ziet die markt heel erg gaat kelderen, dan breng je het niet meer op de markt, et cetera. Dat daarbij is het, ik weet niet of dat kunstmatig is of dat gewoon de marktwerking is. Dat is de marktwerking, maar dus je zei net dat er heel weinig regulering in was. Dus pleit u dan voor meer regulering? Nee, het is nog altijd een beetje vraag en aanbod, dus dat zou je wel houden. Zeker bij dit soort hoge prijzen, maar tegelijkertijd is een aantal mensen die elkaar ook die bal toespelen op Jeff Koons en Damien Hirst niveau. Wie zijn die mensen? Biljonairs, de Arabieren, de Russen, de Chinezen, de rijke Amerikanen, private equity, hedge funders, veel meer in. Maar u sprak er net ook over, wij hebben ook meegedaan, dus dan veilinghuis... In het marketingverhaal. Oké, dus in het marketingverhaal. Ik kan je zelfs vertellen dat die Orange Balloon Dog, die stond op een gegeven moment, je hebt bij ons de voorkant en de achterkant van de catalogus. Mm-hmm. Om daar op te komen, dat is altijd een strijd of een deal. Maar we zeggen grappig, nou dan kom je maar op de zijkant. Maar die Balloon Dog stond bij alle crisiscatali wereldwijd, en dat zijn er meer dan 500 per jaar, op de zijkant. Dus met een klein rondje met de Balloon Dog. Dat is een enorm marketingverhaal, dat is enorm gepusht. Kijk, en er is natuurlijk het interessante, dat speelt bij oude kunst minder, maar het interessante is dat je, het musea hebben daar ook een functie in. Als je denkt aan Bilbao, waar dat hondje met die bloemetjes voor staat. Ja, daarmee is Koens, heeft de stad daar ook mee samen met Gary op de markt gezet. De tentoonstelling in Versailles was briljant, want hij gedraagt zich als de zonnekoning. En dat paste op de een of andere manier, paste dat perfect daar. Maar dat is ook in een museale context heeft die plaatsgevonden. Het is dus marketing. Dus het is, en dat is ook weer een deel marketing. Maar bij hem vind ik het interessante dat hij is die marketing zelf geworden. Dus dat ook dat huwelijk met Cicciolina, wat natuurlijk van de gekke was. Maar dat was ook een deel marketing van beide. En dat was ook... Nou, dus ik denk dat... Dus geniaal. Ja, maar even los van Jeff Koens. U had het even terugkomend bij u, meneer Ubbens. U had het over de veilinghuizen die enkel een marketingsrol hadden. Ik lees ook over garanties die zij afgeven. Ja. Wat zijn die garanties? Nou, kort door de bocht zijn er eigenlijk twee soorten garanties. De garantie die het veilinghuis zelf geeft. Dus iemand komt met een belangrijk schilderij. Je wil het graag veilen. En dat gaat meestal op het niveau van waar we het eerder over hadden, die masterpieces. Dus een beetje mijn Picasso is groter dan ja, Andy Warhol, weet je, dat niveau. En dan zeggen ze, nou, dat wil hij graag hebben. En we garanderen dus de laagste schatting, dus 10 miljoen of zo. Dus dan is hij al verkocht van tevoren. Komt ook keurig een verhaaltje in de catalogus bij. De veilingmeester noemen het nog eens op. Doet hij 10 miljoen, is het voor die man die de garantie... En dat is dan de third party guarantee, de tweede garantie. Dan haal je een derde partij erbij die de garantie afgeeft. Kunt u hier een voorbeeld van nou, geven? Goed, je hebt een Picasso, die wordt geschat 10 tot 15 miljoen dollar. Daar praat je dan over, op dat niveau. En wij willen zelf het risico nemen dat hij onverkocht blijft. Dus we zoeken daar alvast een koper bij, een derde partij. En dat zijn vaak verzamelaars of financiers. En die zeggen, oké, ik sta garant voor in ieder geval dat deze Picasso op veiling in ieder geval 10 miljoen dollar doet. Bent u dan nu alleen nog marketeer van die werken? Nee, ik zal even verder gaan. Dan op een gegeven moment wordt er geveild. Dan doet hij bijvoorbeeld 10. Dan is het eigendom van die meneer klaar. Wij krijgen niks. Doet hij bijvoorbeeld 12 of 15, dat kan in de hitte van de strijd. Het zijn meerdere verzamelaars. Dan wordt het verschil tussen de 10 en die 12 of 15, de upside zoals dat heet, wordt volgens een bepaalde formule in een deal verdeeld. Laten we zeggen, wij krijgen dan nog maar 20% en de man die dat risico heeft afgedekt, die third party guarantee, krijgt 80%. Kortom, er is zowel kijk, Sotheby's is beursgenoteerd, je kan er helemaal nazoeken hoe dat gaat. Mm-hmm. En onze veiling kan je er eigenlijk één op één overheen leggen. Ja. Er zal niet veel verschillen. Dus het gevolg is nu eigenlijk dat door die third party guarantees en die garanties, die markt van 5, 6, 700 miljoen voor 70 schilderijen in het contemporary, naoorlogs en contemporary field, dat die eigenlijk geen winst maken. Jullie maken daar helemaal daar geen winst mee. Wij maken dus winst in die middenmarkt. In de middenmarkt. Wat er net onder zit. Daar zijn de marges en daar zijn de kosten kort gauw. Maar hier, zo'n Jeff Koens, wat denk je dat kost, die marketingverhaal? Volgens mij hebben we daar nul aan verdiend. Nul. Dat is een interessante, en dat is dus waarom de markt ook aan het kantelen is. Dat kan niet meer. Sotheby's geeft ook in allerlei persberichten uit, want die moeten elk kwartaal rapporteren. Geven ze gewoon aan van, ja, wij kunnen dit gewoon, we kunnen dat niet meer trekken. We hebben gewoon op de Taubman-collectie. Hebben ze voor, wat was het, 500 miljoen, weet ik, voor 500 miljoen garantie gegeven. Ze hebben gewoon 20 miljoen verloren. Ja.
Maar hoe vaak kan je dat doen? Maar in eerste instantie werd er nog in het begin van het interview gesproken als, een veilinghuis is een doorgeefluik. Maar dus jullie zijn helemaal betrokken geraakt in die wereld. Veiling is een doorgeefluik, is het ook nog steeds, maar dat is echt een businessmodel van 20 jaar geleden. In de tijd dat ik bij Christus wegging, begon het net. Okay. En ik denk dat, kijk, wat ik denk ook heeft geholpen bij die prijs van hedendaagse meesters, maar wat ook killing kan zijn, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hele fantastische dingen maken die niet veel geld opbrengen, of die die moeilijkheden hebben om het te verkopen. Dus, maar je hebt, doordat Christie en Sotheby's zich op de hedendaagse kunstmarkt hebben begeven, en doordat je steeds meer toegang hebt als consument om naar prijzen te kijken. Want een galerie, daar worden de prijzen niet van gepubliceerd. Je hebt nu Artnet, et cetera. En daar staat gewoon op zoveel heeft op de veiling opgebracht. Heeft het ook voor mensen die investeren in kunst, geeft dat een soort zekerheid. Want die zien van ja, op de veiling, als ik dan kijk naar die kunstenaar, die heeft de afgelopen 5 jaar hebben die etsen zoveel opgebracht, of hebben die lito's zoveel opgebracht. Nou ja, dan ben ik bereid er nu ongeveer zoveel voor te betalen. Dus het geeft een soort van een soort index aan. En dat wordt heel belangrijk gevonden. Maar is dat alleen bij de contemporary? Want nee, dat is ook bij de andere. Maar vroeger was het er niet. Er was vroeger, wanneer is contemporary geopend bij Christie's? Nou, dat was 20 jaar geleden. Maar dat is 20 jaar geleden. Ik wil dus daarvoor. Dus als je denkt, in de jaren 80 deden veilinghuizen niet aan hedendaagse kunst. En dus waarom is dat nu wel? Omdat daar het aanbod ligt? Voorheen was het vooral impressionisten, dus de Monets en de Manets en oude meesters, heel erg. Het is verschoven op een gegeven moment. Waarom weet ik niet precies, maar op een gegeven moment is er enorm veel aandacht gekomen aan. Het is niet alleen, contemporary is natuurlijk niet van vandaag alleen. Hè. Het begint echt bij naoorlogs Picasso, echt namen ook. Het is op een gegeven moment verschoven. Een heleboel mensen zijn daarin gaan investeren of verzamelen. Investeren vind ik een moeilijk begrip in kunst nog steeds, maar het gebeurt natuurlijk wel. Langzaam gaan. En op een gegeven moment is iedereen elkaar gaan volgen. En werd het een spel van misschien maar 500 spelers in de hele wereldmarkt. Maar niet vind meer. Ik een moeilijk begrip? U bent het er niet mee eens met die investeringen? Toch? Nou, ik vind het moeilijk. Wij zullen nooit zeggen dat je kunst moet kopen om te investeren. Omdat het is geen aandeel van de druk op de knop en de volgende dag is meer of minder waard. En de meeste mensen die het om die reden hebben gedaan, die gaan en ook de meeste bedrijven, die hebben een probleem. Bijna altijd. Dus wij zeggen altijd van, er is altijd flauw terug. De emotionele dividend is belangrijk. Of het hedonistische rendement, weet je. Dat soort kreten hebben we dan bedacht. Dat betekent eigenlijk dat je het moet kopen, omdat je ervan wil genieten uiteindelijk. Om het door te geven in je nageslacht. En wat die ermee doen, moeten ze zelf maar weten. Meestal gaat er, dat zegt de bank ook, meestal gaat er wel een generatie overheen, wil je echt winst kunnen maken. Maar u denkt dus wel dat dat er ook nog echt toe doet voor deze verzamelaars? Jazeker, er wordt enorm. Er is net een heel mooi voorbeeld geweest van een deal tussen twee. Wie waren het? David Geffen en twee Amerikaanse hedge fund of zo. Met een Willem de Koning en een Pollock. Mm-hmm. En er wordt er wel gezegd, de ene deed 200 miljoen, de andere 300 miljoen. Geen veiling aan te pas gekomen. Die hebben een onderlinge deal gemaakt voor 500 miljoen voor twee kunstwerken. Ja, het zal wel door blijven gaan. Ja, dat is wel interessant. Maar hedge fund, die worden opgericht voor kunstwerken. Nee, niet dat voor kunstwerken. Twee hedge funders die rijk geworden zijn met hedge fund. Ja, maar er worden tegenwoordig ook hedge funds opgericht. Ja, art funds. Ja. Maar die lukken ook niet allemaal. Ik weet het niet, maar dat is in het verleden. Had je er ook al een paar in. Moeilijk. Moeilijk? Ja, liep nooit echt fantastisch goed. Maar goed, dat is net zoals de kunstdelen van banken, advies, et cetera. Ja, het is altijd, ik vind het altijd, heb het altijd ingewikkeld gevonden. Maar jij weet er waarschijnlijk veel meer van. Maar duidelijk de als commodity beschouwde kunstwerken. In bepaalde kringen. Maar daarom zei ik, het is gelaagd en in de regel niet. In de regel gaat het toch gelukkig nog steeds om. Natuurlijk om geld ook, maar gelukkig nog steeds om verzamelen en om passie en om schoonheid en dat soort dingen. En dat of vrijheid, is het interessante van een museum is dat de culturele waarde, die kan heel groot zijn voor ons. Of de waarde waarom wij vinden dat het in een museum moet komen. Terwijl de geldelijke waarde misschien niet zo groot is. Mm-hmm. En het bijzondere is dat als iets in het museum komt, dan stopt eigenlijk zijn economische waarde, omdat je het uit het economisch verkeer onttrekt. En dat is ook iets heel prettigs, heeft dat. Het is natuurlijk ook een hele ingewikkelde, want ja, je koopt alleen eens als je echt vindt dat je het moet hebben als museum, dat je niet zonder kan. En vanaf dat moment
is die prijs die het heeft, dat wordt, zet je tegelijk in een moeilijke onderhandelingspositie. Want als je echt, ik heb altijd gezegd, als je echt kwaliteit koopt, en dat zie je ook, en dan heb je allerlei Engelse uitdrukkingen voor, maar als je echt kwaliteit zo hoog mogelijk koopt, dan heeft tot nu toe de geschiedenis bewezen dat je er niet zo heel snel een bijl aan valt. Terwijl als je denkt van, nou, dat is wel een koopje, dat is goed, dan blijft het altijd te duur. Goed, ik denk dat we even naar publieksvragen gaan. Hallo, een hele goede middag. Mijn naam is Naomi. Mijn vraag is, zeker u als onderdeel van een museum, met de komst van social media bij het kopen van een kunstwerk, hoe belangrijk is het wat het publiek daarvan vindt? En gaan jullie ook social media inzetten om de publiek te vragen wat ze daarvan vinden? Dit laatste koop is niet een heel goed voorbeeld geweest in die zin van Rembrandt. In die zin dat je het liefst niet met 17 miljoen mensen aan de onderhandelingstafel zit, als je een goede prijs wil bedingen. Dus dat is heel moeilijk. Dat moment van de aankoop, je probeert de tijd niet te lang te laten zijn, momenten te pakken, maar je probeert ook met een zo klein mogelijk groep te onderhandelen. Als museum vind ik, en als medewerker van een museum, ben je verplicht om inzicht te hebben wat het publiek ervan vindt. En dat kan ook zijn zonder dat je ze vraagt, wat vinden jullie, moeten we dit kopen of niet? Want je krijgt heel veel meningen. En je bent ook verplicht om vooruit te kijken. Want het is niet alleen maar dat je vraagt, wat vindt u? Net zoals in het Rijksmuseum. De meeste mensen die in het Rijksmuseum komen, die komen er, het publieksonderzoek wat we hebben gedaan, die komen er voor mooie dingen van vroeger. En nostalgie. Dus die zijn heel open in wat ze te zien krijgen. En dat is op zich een heel positief iets. En ze zeggen, nou kom maar op, laat mij maar zien wat zo goed is. Dus wij hebben de verplichting om ook die te maken wat mensen goed vinden. En ook daarmee bezig te zijn. En niet alleen maar reactief te zijn, maar ook actief te zijn. Social media spelen wel een hele belangrijke rol. Omdat computers gaan over plaatjes, vooral. En daar gaat het museum ook over. Dus ik denk dat we in het goede vak zitten. Maar beeld is natuurlijk heel belangrijk. En je ziet heel duidelijk dat je bijvoorbeeld de Rembrandts, die reproduceren enorm goed. Ook omdat ze bijna zwart-wit zijn. Zeg ik dan altijd. Dus ook in de kranten doen ze het goed. En dat is wel een hele belangrijke. Want je hebt een miljoen objecten. En de dingen die je zoekt, die moeten verrassen. Die moeten verleiden. En die moeten het publiek ook nieuwsgierig maken en vragen stellen. En naar dat soort dingen zoek je. Zijn er nog andere vragen? Hier vooraan ook nog. Oh ja, en achteraan ook zo. Hi, goedemiddag. Ik had een vraag over naar de toekomst toe en naar verzamelaars en jullie allebei trouwens. Verzamelaars die hun eigen museum openen en dus daardoor een invloed kunnen hebben. De directeur van het Rijksmuseum gaat ook naar zo'n museum dit jaar. Kunnen jullie daar wat over zeggen, over wat dat dan aan invloed heeft met elkaar? Dat ook minder geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid om kunstinitiatieven te ondersteunen en musea. Ja, goeie vraag. Vanuit ons perspectief, het enige wat ik kan zeggen is, ook aansluiting wat Taco net zei hiervoor, is dat wij best verkopen aan veel musea, niet aan het Rijksmuseum alleen, maar ook aan veel kleinere dingen aan musea. Dus Nederlandse musea kopen nog steeds. Om dat even duidelijk te stellen. Dus we zijn niet alleen maar bezig met Rembrandts van 170 miljoen, maar ook 10.000 euro voor een stadsgezicht van Katwijk aan het Katwijksmuseum. Of een mooi marineschilderij aan het Scheepvaartmuseum. Dat soort dingen. Dus dat gebeurt heel veel. Wat de overheid verder. Wij zijn heel blij met particulieren die hun eigen museum hebben. En je hebt het over Van Kaldenborg. Die zit al 30 jaar in die markt. Maar meneer Dibbets. Maar jij weet over overheidsgelden wel, denk ik. We hebben bij jullie trouwens een sleeper gekocht een paar jaar geleden. Het was een heel klein doosje. Stond op Vlaams. Voor ik geloof 1200 euro of zo. Dat was het vroegste gedateerde lakdoosje. We hebben 2 jaar geleden een hele grote lakkist uit Japan gekocht. En toen die lakkisten uit Japan kwamen in de 17e eeuw met de VOC-schepen mee. Toen gingen Nederlanders dat meteen imiteren, lakwerk. Van dat zwarte glanzende lakwerk. En dit kistje was gedateerd. Dus we wisten dat dit heel vroeg nadat die kisten uit Japan kwamen in Nederland was geïmiteerd. Nou, dat is iets wat voor ons heel erg belangrijk is. Het heeft niet een enorme geldwaarde. Maar dan koop je zoiets toch vanuit dat perspectief.
privé, ja, kramen maken de markt. Dus hoe meer musea, hoe beter, ook voor ons. Er komen alleen maar meer mensen naar musea toe. Dat wordt niet als concurrent gezien, of niet als bedreiging. Nee. Helemaal niet. En ik bedoel, ik vind het prachtig. Ik zit in het bestuur van een museum in Tilburg, de Pont Museum. Dat is ook geboren uit een familiestichting. Nou, ik vind het een fantastisch museum. En het is geen bedrijf, ik bedoel, het is geen concurrentie voor het Rijksmuseum, want wij kopen geen hedendaagse kunst, maar prachtig. Maar kunt u dan niet als het Rijksmuseum een beetje makkelijk praten in de zin van het Rijksmuseum heeft eigenlijk geen concurrent in Nederland en die kleine musea concurreren misschien wel met elkaar? Nou, ik denk dat wat een groot, als je mijn zorg vraagt over het museale veld in Nederland, dan denk ik dat de musea die niet in het westen liggen of niet in de metro, Van der Laan noemt dat zo mooi de metropool Amsterdam, en daar bedoelt hij Rotterdam ook mee, en dat die daar niet liggen, en dat is denk ik precies hetzelfde voor musea als voor ziekenhuizen, als voor bedrijven, et cetera. Die hebben het heel zwaar, want die hebben prachtige collecties, maar doordat er een trek naar de grote steden is, mensen ook steeds makkelijker in de grote stad komen, ja, is het heel moeilijk om je bezoekers te halen. En ik denk dat het systeem wat we in Nederland hebben om dat musea hun inkomsten houden van de kaartverkoop, ja, dat is heel moeilijk voor een museum in Enschede of een museum in ook Leiden. Zeggen ook van ja, Laakhal, fantastisch museum. Maar als mensen een dagje naar museum gaan, wat de meeste mensen doen is gaan shoppen en naar museum. Doen ze één museum, ja, dan komen ze naar Amsterdam toe vanuit Leiden, want je bent er zo. Ja, en daar moet je voor zorgen dat je daar als land goed voor zorgt dat dat niet. Wat gebeurt dat probleem niet groter wordt. Zwolle, de fundatie doet het heel goed. Die hebben de laatste 5 jaar een bezoekers vertienvoudigd. Die komt gelukkig een grote Almatadema tentoonstelling nu in Leeuwarden vanaf oktober. Ja. Dus het wordt wel een beetje verdeeld. Maar komt ook nog bij dat de pers, wel, de pers wil ook niet zoveel verder dan Amsterdam en Rotterdam. Nee. Die gaan niet zo snel naar Zwolle of Leeuwarden. Dat is ook heel grappig. Dus je krijgt minder aandacht. Minder aandacht. Maar dan mag een museum zoals het Rijksmuseum wel met 80 miljoen concurreren met privéverzamelaars om een Rembrandt aan te gaan schaffen? Die is voor jou. Wacht even, ik moet even de stap maken. Hoe doe je met 80 miljoen concurreren? Nou, dat is grotendeels ook met belastinggeld wordt dat dan aangeschaft. En dan vindt u wel dat dat gerechtvaardigd is, terwijl kleine musea in Nederland eigenlijk het veel zwaarder hebben dan het Rijksmuseum. Ik denk dat je, dat is ook bij ons elke keer weer ingewikkeld, dat aankopen zijn niet je exploitatie. Want als je dat daarin mengt, dan krijg je krijgt ook hele vreemde cijfers. Dan zou je opeens vorig jaar hier, een enorme Rijksmuseum heeft een exploitatie 10 keer. Dus aankopen zijn ook heel incidenteel. Het museale bestel zoals we het in Nederland hebben is heel erg mooi. Dat je en een Rijksmuseum hebt, een provinciale gemeente, musea, et cetera. Want je gaat niet zomaar met een klas kinderen uit Leeuwarden eventjes naar Amsterdam. Die moeten ook in hun eigen omgeving dat kunnen doen. Dat je als land zegt van ja, de kunstenaar Rembrandt, waar je in het Rijksmuseum zijn hele loopbaan het mooiste kan zien als over de hele wereld, waar je deze twee aan toevoegt, dan vind ik ja. Ik heb altijd liever dat het geld aan kunst wordt uitgegeven dan aan F-16's of wat dan ook. Dus dat is een. Dus dat, ja, dat is. Voor mij kan ik dat. Zal ik dat altijd verdedigen? Of dat het Rijksmuseum is, of dat er een aankoop wordt gedaan in de Lakenhal. Dan vind ik dat je. Ja, dat die heel erg veel geld kost, dat vind ik hetzelfde. Het gaat er gewoon om dat je als land geld over moet hebben om kunst te verwerven, omdat het maakt onze maatschappij tot een hele, het is een onderdeel van onze maatschappij en ook een basisvoorziening. We doen allemaal alsof het kunst, dat is een luxe. Maar je ziet, nou, wat ik daarnet zei over kunstenaars die in oorlogsgebieden werken, je ziet dat kunst is geen luxe. Wij hebben het als mensen nodig. Goed, Jeppe, jij hebt een publieksvraag. Felix Woudenberg, vanuit mijn kant de vraag. In hoeverre heeft vervalste kunst maatschappelijke waarde? Voornamelijk als je kijkt tegen naar de prijs en naar de marketing die eromheen zit. Daarnaast de vraag, je praat over investeringen in kunst waar geld voor over moeten hebben. Maar als je dan praat over de toekomst, investeer dan in kunstopleiding, waar momenteel mensen nu 67 jaar mogen gaan werken tot een 67. Dus allemaal ZZP'ers tegenwoordig in de kunst. Waar je op een gegeven moment zoveel kan investeren en dan grootmeesters hebt voor de toekomst. In plaats van investeren in datgene dat we al hebben. Wat we eigenlijk gewoon kunnen uitprinten, vervalsen en het Rijksmuseum op kunnen hangen. Niemand weet of het een vervalsing of niet. Dus hoeveel waarde heeft vervalste kunst voor onze samenleving, maatschappij, in plaats van voor geld? Hoeveel waarde heeft vervalsing, is de vraag.
Nou, ik denk dat hij... Heeft u wel eens een vervalst werk geveild, meneer Uppens? Ja, zeker. Natuurlijk. Ja? Kijk, wij veilen in Amsterdam tussen de 10.000 en 12.000 werken per jaar. En er zit altijd wel iets tussen die door budgettaire druk, haast, niet goed kijken, niet de goede mensen inschakelen op dat moment, er doorheen slipt. Maar dat is incidenten. 1, 2 per 2, 3 jaar, weet je. Maar dat wil niet zeggen, een van de grootste taken die we hebben is juist vals van echt te onderscheiden. En het voordeel van werken bij een veilinghuis ten opzichte van een museum, er zijn ook andersom heel veel voordelen hoor, is dat je natuurlijk van het oeuvre van de kunstenaar rijp en groen ziet, hè? Vals en echt. Mm-hmm. Het mooie werk bij particulieren thuis, die voor veiling komen of niet, tot en met de dingen waar je zegt, nou, dat is niks waard, maar het is wel echt. En de valse dingen. En de feite is eigenlijk, we gaan er wel vanuit alles altijd vervals is, omdat het gewoon geld op heeft gebracht ooit. Dus Isaac Israels, om maar zijn voorbeeld te noemen, een Nederlandse impressionist, post-impressionist, die moest in de tentoonstelling in Des End in de tijd bij zijn eigen leven zijn eigen valse werken eruit halen. Die zei, die heb ik niet gemaakt, die heb ik niet gemaakt. Karel Appel, om het weer over te hebben, die wist, hij is dan dood, maar hij wist niet eens af en toe of hij het wel of niet gemaakt had. Het is een heel moeilijk begrip, dat is wel zo. En er zijn musea voor valse kunsten. Dus, en er zijn vervalsers die op een hele goede manier dingen ertussen weten te werken. Vooral weer in die avant-garde kunst. Of vervalsers die beginnen te claimen dat ze iets hebben vervalst. Dat ze iets hebben vervalst. Dat is ook zo. Een soort dichtdoende waarheid ligt heel dicht bij elkaar. Maar ik denk daarin. Dat je... Ik zou het eigenlijk willen omdraaien en willen zeggen... Het is niet als mensen niet het verschil tussen echt en vals zien. Dat kan je zeggen over die twee Rembrandts. Waarom hangen niet gewoon twee reproducties op? Ik denk dat je moet een onderscheid maken tussen wat een vervalsing of gewoon een hele goede reproductie. Als ze dat niet zien, dan is dat de schuld van de musea. En ik vind het onze plicht als musea om mensen echte dingen te laten zien, de authentieke werken te laten zien. En het publiek is niet dom. Ik wil dus net zoals bij het kopen van als je eindeloos, als je de hele goede marketing hebt en Nike's verkoopt, als het slechte schoenen zijn, dan gaan mensen op een gegeven moment ze ook niet meer kopen. En het is hetzelfde met musea. Je moet gewoon proberen. Het is je plicht om het beste te laten zien. En niet zeggen van ja, het publiek, dat publiek, dat kan wel. Dat wordt heel vaak gezegd. Hè, van dat publiek kan er net zo goed reproducties op hangen. Wat maakt het nou uit? Nee, dat is niet zo. Je moet er integer mee omgaan en ze de echte dingen laten zien. Goed, duidelijk. Even terugkomend op de gevolgen eigenlijk voor musea en veilinghuizen van de hoge prijsstijgingen. U had het net over de contemporary art die niet, waar jullie geen geld aan verdienen. Zien we dan duidelijk dat er weer teruggegaan wordt naar andere kunst? Of gaan jullie Nee, de contemporary markt blijft zeker bestaan en blijft naast elkaar bestaan. Ik hoop dat ik daarin duidelijk was. Maar alleen zonder guarantees of steeds minder guarantees en steeds minder derde partijen of third party guarantees. Dat zal die financiële risico's. Dus het wordt ook een markt waar we minder financieel risico genomen. En de oude meesters, er is heel weinig. Het is een markt die echt steeds meer opdroogt als je naar de hoogste kwaliteit kijkt. En ik denk dat er zit ook nog iets bij dat heel veel mensen weten niet. Diezelfde verzamelaar die Rembrandts heeft gekocht, die was, ik geloof dat het 15 jaar geleden was. Toen was hij aan het zomers aan het zeilen op een boot. En toen zei iemand tegen hem van, toen zei hij, ja, Rembrandt, fantastisch, ben als kind met naar Leiden toegegaan met mijn ouders naar het Rijksmuseum, prachtig. Toen zei iemand daar van, ja, weet je dat je die ook nog kan kopen? Dat kan helemaal niet, dat bestaat helemaal niet. Dus dat, je ziet heel, dat vind ik wel iets interessants, je ziet dat je die markt steeds kleiner wordt, ook door gewoon het aanbod wat er is. Maar als je, maar dat ja, vanuit, er steeds meer mensen vanuit naar, jullie perspectief. Ja, maar ook het algemene. Ja, maar ook algemeen is er heel veel oude meesters zijn toch in de loop van de 20e eeuw naar musea toegegaan. Aan de andere kant heb je minder verzamelaars dus oude kunst en heb je steeds meer mensen die naar het museum toe komen, ook voor oude kunst. Dus dat vind ik wel een interessante dat je dus dat museumbezoek heel erg groeit en dat de oude kunst kijken, wat de oude kunst verzamelen, wordt steeds kleiner. Ook omdat een verzamelaar heeft over het algemeen wil gewoon tijdens zijn leven nog dingen kopen. En als ik zeg van ja, moet nog even wachten, dan zegt ze ja, als ik jouw ritme aanhoud, dan koop ik 8 dingen, dan heb ik geen verzameling. Maar hoe komt u dan wel als u nog zo'n oude meester wil krijgen en daar dus 80 miljoen voor moet betalen, nu helpt de staat? Hoe komt u, wat zijn de groepen die u normaal aanspreekt om zo'n groot werk te kunnen kopen? Ja, hier hadden we eigenlijk een heel ander plan dan dat de staat ervoor zou betalen. We zouden met een groep particulieren kopen.
Wat was dan het voordeel voor die particulieren? Ja, dat is. Nou, ik kan het wel heel kort uitleggen. In Nederland heb je om kunst te stimuleren, is er een vrijstelling van je vermogensbelasting. Dus box 3. Van, ja. Dat is 1,2%, dat lijkt weinig. Maar als je voor 10 miljoen een kunstwerk koopt, dan is die 1,2% per jaar is best een. 1,2 best veel. En er is een regeling om als je overlijdt, dan kunnen je nabestaanden de belasting, de erfbelasting, voldoen met kunst. En dan krijgen ze een douceur van 20%. Dus dat betekent dat je 20% meer kan inzetten. Dus jij hebt een kunstwerk van een ton, is van nationaal belang, kijkt het ministerie van Financiën naar, en dan kan je het voor 120.000 gebruiken. Dus dat is een behoorlijke marge. En dat was een plan om het daarmee te verwerven. En er was heel veel interesse voor. Maar toen is het in de pers gekomen. Ja. Het Rijk heeft besloten om het samen met Frankrijk te kopen. Dus is wat anders gegaan. Maar dat is dus de regeling is het belastingvoordeel wat ze heeft. Dat is de voornamelijke wat nee, ze zo Nee, het gaat meestal samen. Wat Job al zei, het heeft te maken met M. Het heeft te maken met geld. En het heeft te maken met liefde voor. Toen het op het nieuws kwam dat ze het op de markt zouden komen, toen hadden we heel veel mensen die gewoon een e-mail schreven of opbelden en zeiden ik wil een tientje geven of kan ik wil 2000 euro geven. Oh. Ja, heel veel mensen die gewoon zeiden dit moet er komen. Dus een soort legacy investment. Ja. Ja. Dus, het Concertgebouw heeft dat, het Rijksmuseum heeft dat. En je moet je realiseren dat het Rijksmuseum is, de kunst die daar hangt is voor een heel groot deel, het grootste aantal objecten van ons zijn schenkingen van de burgers. Dus het is het gebouw. Heeft de staat altijd betaald, maar het is het huisvest eigenlijk wat wij als Nederlanders belangrijk hebben gevonden om 200 jaar te bewaren. En dat is heel veel geschonken. Ja, dus die grote collectors die het werk opkopen, die geven het vaak of aan een privémuseum of aan de musea. Dus je bent niet zo bang dat die het achter hier ophangen, zeg maar, en de slaapkamer hier is. Dat zei het. Dus er wordt heel veel gaat van die top gaat uiteindelijk naar musea in de vorm van giften. En, valt mee, dat valt is goed. Mee, oh, dat valt mee? Mee? Oh, ja, kunt u dat even toelichten? Nee, wat ik net zei is op Taco praat vanuit zijn perspectief, heeft hij het ook helemaal gelijk. Maar het is een beetje van een hoog segmentsperspectief. Het doet natuurlijk alleen maar met showstoppers, zoals je dat zelf ooit hebt genoemd. Hè? Dus echt de top of the bill. Op kunst en cultuurgebied. Maar daaronder zit nog een hele. Wij doen ook nog. Wij ontdekken zelden Rembrandt, maar wel eens een Van der Lek of een Mondriaan of een Jan Toorop. Die ook door musea worden gekocht en of verzamelaars. En daarna misschien wel weer erdoor geschonken aan musea. Maar het ligt wat gecompliceerder, wat gelaagder dan dat alles maar naar musea gaat. Was het maar zo, ik ben ook nog kunsthistoricus, dus ik zou het heel mooi vinden als het voor iedereen zichtbaar blijft. En soms verdwijnt het inderdaad in een tent in de woestijn, om het maar even heel flauw te zeggen. Kan gebeuren. Maar als maar Qatar het koopt, dan is maar de vraag wanneer we het weer te zien krijgen. Maar het merendeel komt toch weer bij ons terecht, is de conclusie hieruit. Nee, ik denk dat wat Job zegt. Nou, het merendeel juist niet. Job heeft helemaal gelijk, maar je ziet wel, als je over de 20e eeuw kijkt, als je ziet hoeveel er in musea, en ik heb het niet zozeer voor Nederland, maar in Amerikaanse musea is gekomen. Elke stad heeft een museum en er zijn altijd collecties aangeschonken. Dus er is toch een heel groot gedeelte van die top inderdaad die wel daar terecht komt. Maar er is een markt die blijft roleren. En dat veilinghuis ziet een deel. Maar ik was verbaasd toen ik in het Rijksmuseum kwam werken dat er ook een hele markt bestaat die niet in het veilinghuis komt. Ja. Het was de reden dat u wegging bij Christie's toch ook? Dat u het zo jammer vond. Een van de redenen was dat ik zag dat die oude meestermarkt steeds kleiner was. En dat ik dan helemaal, weet ik veel, ergens op een vliegveld in een grijs pak zat. En naar Milaan toe was gevlogen om een middelmatig iets te zien. En in een museum kan je, is dat anders. Maar dat is omdat die hele specifieke markt wordt klein. En soms, wel de laatste bij Sotheby's dan die Dane van Gentileschi. Ja, soms komen er ongelooflijke. 1621 komt af en toe iets fantastisch op de markt. En het wordt dan ook gekocht door in dit geval het Getty Museum, als ik het goed heb. En dus die Rembrandt heeft Christie's bemiddeld. Dat doen we ook nog, ja. Dus ik kijk even dus werken ook nog samen. Is, Over de gevolgen nog vragen. Jeppe, heb jij nog iemand nog een vraag? Nee? Dat is duidelijk. Dan misschien voor laatste vragen
Meneer Ubbens, wat voor belangrijk werk gaat u binnenkort verkopen? U zei, soms komt er iets heel speciaals langs. Nou, komt er iets speciaals langs? Ja, ik heb er wel een. Wij gaan op 7 juni in onze veiling in Amsterdam dan even. Voor iedereen betaalbaar, zullen we maar even zeggen. In de moderne kunstveiling. Een Peike Koch veilen. Dan zeg je Peike Koch, big deal. Weet je, de magische realist. Maar dit is wel een vooroorlogsschilderij. En die komen, Peike Koch is helemaal niet zo'n grote oeuvre. En schilderijen die voorkomen is meestal na oorlogs op de markt. Of zijn al een keer geweest. Maar dit is compleet vers op de markt. Marktfrisch, zeggen de Duitsers. Marktfrisch. Mooi woord. Uit 1936. En dat is een schoorsteenveger met redelijk crypto-fascistische... hij was van de nieuwe rechtse mens. Van Mussolini, niet Hitler voor de duidelijkheid. Crypto-fascistische connotaties. Het is een prachtig schilderij. Het komt uit Amerika via erfening. Nederlands familie naar Amerika, erfing naar ons. Wat is de schatting? 150 tot 200.000 euro. Kan niet iedereen kopen hoor. Ik kan niet kopen hoor. Nou, ik weet er nu al 6. Dus, ja. Misschien en hebben jullie nog niet meegerekend. Ja. En Christus, maar bij wijze van spreken. Christus, niet om reclame voor Christus te maken. Maar er komt in Londen een ongelooflijk stuk van Rubens. Ja, van Rubens ja. Op de markt. Ja. Wat is daar de dat kan echt iedereen kopen, want dat is zoiets van rond de 20 miljoen. 20 of 25 miljoen pond. Oh, maar dat is niks. Ja. Dat Rubens heeft heel veel gemaakt, maar dit is een heel vroeg werk. En het is, ja, het is fantastisch. En het interessante is, dat is uit dezelfde tijd als... wij hebben een werk van Goltzius, van Lotte en zijn dochters in het Rijksmuseum. En ja, die vergelijking tussen het Vlaamse en het Haarlemse is een hele spannende. Goed. Jullie gaan ervoor. Nee, we gaan ervoor. Ja. Ja. Lenen hem graag. Nee. Meneer Dibbets, Wim Pijpers gaat weg. Hoe ziet de toekomst van het Rijks eruit? Ah. Ik denk heel rooskleurig. We zien in Nederland, maar ook in de wereld, dat musea komt steeds meer bezoek. Het Rijksmuseum staat daar heel gezond bij. Wim heeft het in de harten van de Nederlanders gesloten en fantastisch gedaan. En het NRC zet u op nummer 1 als mogelijke opvolger. Wat zijn uw kansen? Ik heb een heel leuk werk wat ik nu doe. Sorry, wat zei je? Ik heb heel leuk werk wat ik nu doe. Heel leuk werk. Maar u heeft vroeger gesolliciteerd naar de functie. Ik heb vroeger gesolliciteerd, maar het was ook een andere tijd in mijn leven. Dus ik ben nu heel blij waar ik zit. Maar u heeft niet de ambitie nog om dat te gaan doen? Ik ben heel blij waar ik zit, dus nee, dat is het antwoord. Dus nee? Dan bent u denk ik de enige in de zaal die niet de nieuwe directeur wil worden van het Rijksmuseum. Zal ik een beetje helpen? Zal ik een beetje helpen? Nee, de vraag is niet wie wordt het nieuwe Wim, maar de vraag is wie wordt de nieuwe Taco in onze wereld. Oké, dus nou, dat is volgens mij wel een compliment. Misschien wordt hij het wel, nee. Of jullie. Maar goed, de nieuwe inrichting van het Rijks is heel succesvol. Iedereen is daar lovend over. Je hebt daar een grote hoofdrol in gespeeld. Je bent toch wel voornaam kandidaat, of niet? Dat heb je raden van toezicht. Tuurlijk is hij kandidaat. Ik ben heel blij wat ik doe. Daarmee sluiten we af. Ontzettend bedankt aan beide heren voor deze sessie. Ik kijk even op mijn blaadje. Volgende week hebben we helaas geen sessie. Dan zijn er tentamens. Maar de week daarop komen we met Erik Wiebes terug. En dat is op 30 maart op woensdag. We hopen jullie daar allemaal te zien. En voor nu een hartelijk applaus voor beide gasten. Dank u wel. Okay.